wat meer nou precies hebben om dit te denken. Wellicht is het leuk. Maar het precies. Je wil er wat over vertellen. Zo. Ja, nee, daarom vraag ik het ook inderdaad. Want als je nog niks gekeken hebt, dan is het wel goed als ik je wat vertel. Het is ook handig als jij in het midden van het beeld zit. Want Skype neemt dit op. En ik zet het allebei naast elkaar, onze beelden. En dan... Ja, dan gaat het uiteindelijk net iets beter uitzien. Ja. Nou, hoe ben ik hiermee begonnen? Het is eigenlijk wel grappig hoe ik hiermee ben begonnen. Want ik ben 2 jaar geleden... keek een beetje allemaal podcasts en dergelijke... die ook redelijk lang waren en ongeknipt. En daar zag ik redelijk wat, wat controversiële figuren... en ook figuren waar ik het mee oneens was, grotendeels. Bijvoorbeeld, nou, ik ben redelijk progressief ingesteld. Ik heb liever niet... die termen, want ja, dan ga je jezelf daarna gedragen, maar als ik mezelf moet categoriseren, ben ik redelijk progressief. En ik hoorde dan allerlei conservatieve stemmen in een ongeknipte ruimte, in een ruimte waarin ze gewoon een gesprek aan het houden waren. En dacht, potjandori, dat slaat ergens op. Ik snap het. Ik ben niet per se met ze één, maar ik snap het. Het zijn niet verschrikkelijke mensen. En terwijl je, als je naar andere media kijkt, of media waar het heel snel gaat, waar mensen eigenlijk constant in conflict zijn, heb je dat beeld wel heel snel. Omdat mensen gewoon tegen elkaar aan het opboksen zijn, er wordt geknipt. Nou, iemand die zelfs zijn best doet om het juiste narratief te knippen, kan alsnog zijn eigen narratief erin, impliciet erin gooien. Dus ik vond het heel leuk om gewoon mensen in gesprek te zien. Ja. En toen dacht ik, nou, hebben we dit in Nederland? Want het zijn wel leuk, maar het is wel veel Amerikaanse onderwerpen vaak. Nou, ben ik gaan kijken, toen vond ik niks. Dacht ik, nou, dan doe ik het gewoon lekker zelf. En ja, leuk. Ik heb toen René ten Bos gemaild. Dat was toen de tijd de Denker des Vaderlands. Met het idee van, hey, zou je dat willen doen? Toen zei ik, nou ja, tuurlijk, lijkt me heel leuk om te doen. En toen, vanaf daar ben ik eigenlijk begonnen. En wie heb ik eigenlijk geïnterviewd? Ik heb Lisa Westerveld geïnterviewd. Okay. Ik heb Zoër El Yassini heb ik geïnterviewd. Oh ja, oh leuk. Veel filosofen natuurlijk, want ik heb dat gestudeerd. Die ken ik. Een aantal antropologen, zakenlui. En het idee is, ook met vrienden van mij hebben we ook over Star Wars bijvoorbeeld gepraat. Dus we hebben ook wel meer popcultuurachtig. Ja. Het idee is dat we in een medialandschap waar we zitten nu, zitten in zo'n ruimte waarin alles heel snel moet, heel duidelijk en heel scherp gesteld moet worden. Ja. Dus je krijgt van mensen alleen maar antwoorden te zien en antwoorden wanneer ze in een soort van conflict situatie zijn. Want om de een of andere reden denken we dat het beste gesprek een gesprek is waarin twee mensen tegenover elkaar staan en elkaar proberen te overtuigen. Ja. Dat heeft zijn functie natuurlijk, maar het is niet de manier om... De manier. Nee. Dus mensen zien niet meer mensen het met elkaar oneens zijn. Mensen zien niet meer hoe het gesprek gaat. Mensen zien niet meer hoe iemand tot een bepaald punt komt. Dus waarom die denkt dat, weet ik veel, we immigratie moeten beteugelen. Dat niet alleen maar hoeft te zijn omdat diegene een xenofoob en een racist is of whatever. Ja. Om een voorbeeld te noemen. Ja, okay. Ja. Oh, leuk. Nou, wat goed. Eigenlijk een heel mooi doel. Ja, dankjewel. En ik vind het ook gewoon leuk om met mensen gesprek aan te gaan. Het is meestal... Ik knip niks, alleen aan het begin. Dit ga ik er natuurlijk niet inzetten. Aan het eind misschien een klein beetje, als we een beetje napraten. Zie het vooral ook als een gesprek die we gaan voeren. Leuk. Hey, ik kan je op YouTube vinden dan. Ik kan YouTube vinden, Spotify, iTunes... Google Podcasts. Ik denk dat jij, als jij een iPad hebt, dat je veel op iTunes kijkt. Ja. Ik ga het even... Zo moet ik daar even... Oké, leuk. Hier even de link. Ga ik opzoeken. Ik stuur je heel even de link, ja, hier. Ja. Yes. Ja, leuk. Dankjewel. Leuk om elkaar zo te spreken, Martijn. Ja, absoluut. Wij kennen elkaar natuurlijk van Trigaam. Daar was jij geschiedenisleraar. Ja. Dat was mooi. Ja. Ik ben wel benieuwd, want ik kan me jou wel herinneren, maar kan jij mij nog herinneren op de middelbare school? Ja, jawel. Dat is heel raar. Het is, ze zeggen, ik ken je iedereen, nou, ik denk niet iedereen.
Maar met heel veel leerlingen die, als je ziet, denk je, oh ja, en die ken ik. En soms zelfs dat je ook de naam weet. Soms zeg ik zo de naam nog. En kan ik zeggen, oh, jij zat daar. Of je handschrift was heel lelijk. Of zoiets. Hè. Maar dat is niet bij iedereen. Maar het komt bijna niet voor dat ik zeg, sorry, ik heb je. Nee, je zegt me helemaal niets. Nee. Ja, zou je de iPad nog een klein beetje willen draaien? Je bent weer alweer een beetje uit het midden. Zo? Nog een klein beetje meer? Ja, top. Zo, perfect. Ja. Kijk, en gezichten veranderen natuurlijk. Ze veranderen wel, maar ja, het blijft toch hetzelfde gezicht. Dus dat is wel grappig. Soms komt er wel een baard op. Ja, ik had toen ook nog al een sikje een beetje en soms een snorretje, maar dat was nog net wat minder dik toen. Ja. Ja. En ik had natuurlijk ook wel een opvallende naam, hè, Shot, voor de mensen die niet uit Limburg kijken en die dit kijken of luisteren, Shot betekent in het Limburgs schat. Dus ja. Ik hoorde eigenlijk de hele dag door mijn naam geroepen worden door de school heen. Maar hij was natuurlijk ook heel braaf, dus logisch dat iedereen dat... Die connotatie daarbij had. Ja, stond ik bekend als een brave leerling? Nee, maar volgens mij wel een aardige, spontane. Hè? Wel, ja. Je was geen vervelend mannetje. Nee, ik deed mijn best om buiten het schot te blijven. Maar ik was denk ik niet de meest brave leerling, moet ik toegeven. Ja, maar weet je wat het is? Kijk, eigenlijk alle... Tenminste, ik heb maar 5 jaar lesgegeven, dus ik ben helemaal geen heel ervaren docent. Maar wat mij die 5 jaar afviel, is dat eigenlijk iedere leerling, is eigenlijk hartstikke lief. Maar soms in groepsprocessen kan van alles gebeuren. Dat is een beetje het punt. Maar als je ze één op één hebt, of als ouders erbij zijn, dan zijn ze eigenlijk, het is eigenlijk allemaal helemaal lief. Dus, ja, inderdaad. Het is natuurlijk een leeftijd waar je erg op zoek bent naar wat ga je doen, hoe moet je je überhaupt gedragen. Ja. Is het een nieuwe setting? Dus ik kan me voorstellen dat leerlingen dan in een klas heel anders zijn dan wanneer je ze één op één spreekt. En al helemaal wanneer de ouders erbij zijn. Ja, zeker. En het puberbrein is ook, dat is zo allemaal in dat hoofd in ontwikkeling. Dus er gebeurt van alles. Het prioriteren gaat nog niet zoals volwassenen vinden dat dat zou moeten. En als je dat weet, dan is het ook soms heel grappig. Ja, precies. En hoe ben je van Trivianum naar Den Haag gegaan? Was dat één grote stap of heeft er daar nog heel veel tussen gezeten? Ja, dat is wel een heel proces. Want toen ik al docent was, toen zat ik wel in de politiek. Ik was toen al gemeenteraadslid van toen de gemeente Susteren. Dat is inmiddels echt Susteren geworden. Want toen ik 19 jaar was, toen studeerde ik in Utrecht, toen kwam ik in de gemeenteraad. En dus dat is eigenlijk het begin geweest. En dat was toen heel, toen zaten we ook nog in die gemeenteraad, waren vooral oude mannen. Dus ik was daar relatief jong, 19. En toen viel dat gelijk op. Dus toen werd ik door het CDA gebracht. Oh, een jongere, Flats, die zette dus even een weekje in Kijkduin, in zijn huisje, met nog een paar andere jongeren die toevallig omhoog zijn gevallen in de afgelopen verkiezingen. En dan kregen we daar les van. We hebben toen les gehad van Ruud Lubbers, we kregen les van Norbert Schmelzer, van die oude bekenden, zou ik maar zeggen. En ook van qua financiën kregen we toen les van de woordvoerder Financiën in de Tweede Kamer, waar niemand had ooit van gehoord, ik kende hem ook niet, dat was een ene Balkenende, wist Wim niet. Maar dat was dan bij de woordvoerder Financiën in de CDA-fractie. En toen kregen we wat lessen over de christendemocratie en daarna. Ik ben eigenlijk 11 jaar gemeenteraadslid geweest. En daarna werd ik fractievoorzitter van Provinciale Staten, dus in de provincie. En daarna ben ik verkiesbaar voor de Tweede Kamer. En een echt breekpunt erin, want ik vond het altijd heel interessant. Ik heb het altijd geweldig gevonden. En ik vind gemeenteraadslid is in die zin net zo mooi als Kamerlid. Dus het moet hetzelfde werk. Hè. Je controleert de regering, alleen of van een gemeente of van een land. Maar ik heb de campagne van Obama en McCain, toen ben ik 3 weken in Amerika geweest om te kijken hoe voeren die nou campagne. En dat vond ik zo mega interessant, allebei. Hè? Dus we hebben bij McCain gekeken en bij Obama. En wat voel je daarin op? Nou, een aantal dingen. Eén, veel meer geld zit daarin.
Maar ze zijn ook veel transparanter qua geld. Hè. Als je daar 100 euro sponsort, dan moet je al openbaar worden. Hier is dat toch altijd een beetje van die business bijeenkomsten. Dus het is minder geld, maar ook minder transparant. Een aantal vrijwilligers is daar enorm. Hè. Dit is hier in Nederland. Niemand gaat hier een dag vrij pakken om voor Rutte of voor Marijnis of voor wie dan ook even te flyeren. Hè. Dat is hier niet. Heel soms hebben we dat als André Hazes doodgaat of zo, dan wordt iedereen gek. Maar voor de rest zijn we toch vrij, doen dat niet. Maar vooral ook de klantgerichte of de kiezergerichte benadering. Het is echt niet lang geleden dat we in Nederland dachten, weet je wat, wij schrijven op wat wij belangrijk vinden. Daar hebben we goed van nagedacht. Hebben we ook goed van nagedacht met groepjes en brainstorm sessies. Schrijven we dat op. En we gooien die allemaal in de lucht, die flyers. En de mensen zullen ze grijpen om te lezen wat wij belangrijk vinden. Het is echt nog niet lang geleden dat we zo dachten. En niet alleen in de CDA, hoor. Ook al. Ja, echt een soort marketingtechnische benadering van politiek was dat. Ja. Dat heeft Clinton is daarmee aan de slag gegaan, ja. Als eerste volgens mij toch in de VS? Ja, en die grassroots methode, hè, die heb ik toen in het vliegtuig al terugvertaald op mijn laptop naar ken je kiezer. Dus Limburgs, dus hoe ga ik dat nou doen? En ik heb gelijk opengegooid van mensen, ik heb geld nodig voor mijn campagne. Dit betaal ik zelf aan mijn campagne. Maar eigenlijk de poster moet betalen voor de wie wil mijn steunen. Dus ik heb dat gelijk net zo transparant gemaakt als in Amerika. En ik ben ook vrijwilliger, dus ik heb een campagnehuis, had ik toen zo'n war room waar mensen konden bellen, had ik een paar telefoons neergezet, ik mocht mensen bellen, wie ze of ze mij wilden stemmen. En het erge is, het werkt. Dus sindsdien ben ik op voorkeur gekozen altijd. Dus leuk. Dat is wel leuk, ja. En want ik zie dat je vragenuurtjes hebt op Facebook en dergelijke, dat je wel echt, je zoekt die verbinding wel echt op, gebruikmakend van nieuwe technologie en dergelijke. Ja. Dat is... Ja, ik zeg, toen ik in de gemeenteraad zat, dat doe je dan als vrijwilligerswerk. Of je krijgt een onkostenvergoeding, maar daar word je niet rijk van, moet ik maar zeggen. En dat doe je dan naast je werk of naast je studie. Dus dan heb je altijd weinig tijd. En toen kreeg ik ook net mijn vrouw en ik de eerste kinderen. Dus ik was en gemeenteraadslid en docent. Het gezin dat explodeerde hier. Dus dan heb je daarvoor geen tijd, zus geen tijd. En toen zei ik, als ik ooit van de kiezer aan belastingbetaler fulltime politicus mag zijn, dan wil ik het spreekuur. Dat als iemand me wil spreken, dat kan. Dus elke maandagochtend heb ik in een café op de markt in Sittard. Nu niet in verband met corona, maar normaal gesproken elke maandagochtend spreken we in een café op de markt. En op dinsdagavond op Insta en Facebook. En welk café is dat? Dat is het café van dat naast Hotel de Limburg ligt, de Kroon. De Kroon, oké, ja, leuk. Naast Hotel de Limburg. Leuk. Ja. Ja, het is leuk om te ontdekken dat hier in Sittard ook nog heel veel gebeurt. Want ik ben hier heel lang niet geweest en ik ben er nu ongeveer een maand of twee. En hopelijk ben ik over 2 weken weer weg. Niks te nadelen van Sittard, maar mijn tijd is hier verstreken. Maar als ik hier terugkom, voelt het alsof er niks gebeurt en niks veranderd is. En als ik dan dit hoor, denk ik van, ah ja, tuurlijk, hier gebeurt natuurlijk ook van alles. En dat is ook leuk om te zien. Maar je zegt al, je was al op je 19e al actief in de politiek. En dat is al redelijk jong voor de meeste mensen. Tenminste, ik weet niet of dat voor jouw generatie ook geldt. Maar zeker voor mijn generatie is dat erg jong. Van waar die interesse? Waar kwam dat vandaan? Nou, dat kwam eigenlijk van... je hebt een dieperliggende oorzaak, zal ik maar zeggen. En een directe aanleiding. De dieperliggende oorzaak was... Ik ben misschien ook wel heel raar. Dat stond ook wel op mijn rapport op de basisschool. Dat ik... altijd me overal mee wilde bemoeien. En het liefste de leiding nam. Dat stond ook al op het rapport. Nou, dat probeer ik af en toe te onderdrukken, maar soms komt dat toch boven. En, dus ik bemoeide me in het dorp. Ja, echt al op de jonge leeftijd met van alles. Ik was heel actief bij de voetbalclub, organiseerde van alles. Ik deed mee bij de harmonie. Ik mocht niet bij de schutterij van mijn ouders, maar ik ging wel kijken altijd naar de schutterij. Ik was heel actief misdienaar bij de kerk en ging ook mee als mijn pastoor naar al die oude mensen ging. En, maar ik weet niet wat ik allemaal organiseerde. Bij de buurtvereniging niet te vergeten. En dus altijd als er dan iets van mensen van de politiek bij waren, dat toen altijd, bijna altijd CDA'ers. Omdat die altijd ook toen bij ons in die verenigingen rondliepen. Dus die mensen, die kende ik op een gegeven moment ook. En ik vond het ook goed dat zij daarmee bezig waren. Dus dat was de dieperliggende oorzaak. En toen kwam de directe aanleiding dat er een autosnelweg werd aangelegd vanuit de A2 bij Netcar richting het Duitse Ruhrgebied. En die autosnelweg die nu is of ten noorden van Nieuwstad, het dorpje waar ik bij mijn ouders woon, of ten zuiden, of midden dwars er doorheen of eronderdoor. Nou, toen zei ik dus tegen die CDA'ers van, ik zeg, hey, hoe gaat dat met Nieuwstad dan? Ja, poe, dan moet je eens even kijken, ik woon in Roosteren, zegt de raadslid toen. Ik zeg, ja, hallo, dat is lekker.
En hij zegt, ja, dan doe mee. Ik zeg, nou, dat is goed. Ik zeg, maar dan wil ik wel in de gemeenteraad. Nou, dus ik vind het wel ambitieus. En dan zegt ze, nou, rustig aan, rustig aan. En meteen al die politieke onderhandeling. Ja, en toen kwam ik op een onverkiesbare plek. Maar toen ben ik gewoon gaan aanbellen. En die zat ding dong. Ik ben Martijn en ik wil in de gemeenteraad. Want hier komt een hele gevaarlijke oude snelweg. En ja, toen kwam ik op voorkeur erin. En toen zat ik ineens in de gemeenteraad. Toen ging dat. Dat was heel leuk, ja. Dus er was een directe aanleiding, dat was dus die snelweg dat je eigenlijk niet wilde hebben. Of je wilde dat er ook rekening houden met jouw leefomgeving. En dat was ook een diepere oorzaak. Ja. En dat is dus eigenlijk de diepe oorzaak, is dat ik het altijd wel graag bemoeid heb met alles wat mensen zelf organiseren. En hoe je dat kunt versterken. En dat vind ik dus ook altijd belangrijk. Ik zeg het ook tegen bijvoorbeeld mijn secretaris of mijn medewerker. Zeg, als mensen zelf iets georganiseerd hebben, is altijd belangrijker dan wat de overheid daarvan vindt. Of wat één iemand is en eentje doet. Dus dat, dat vind ik echt heel mooi. En dus toen ben je daarvan raadslid geworden. Dat heb je een aantal jaar gedaan. Hoe was de stap om vanuit daar naar Den Haag te gaan? Wat verandert er dan? Als ik het zo mag zeggen. Dat is een heel grote vraag natuurlijk, maar ik weet zeker dat als je die vraag stelt, er dan meteen al wat associaties bij je naar boven komen. Ja, er zat één ding tussen. Er zat nog tussen dat ik, en daar heb je echt heel veel geleerd. Toen zat nog de Provinciale Staten tussen. Er was een hele tijd het CDA Limburg. Is altijd, in Limburg was in het verleden altijd verre de grootste partij. Nu iets anders, dus wel steeds de grootste, maar wel ongeveer even groot als bijvoorbeeld de PVV ervoor. Ja. Maar we waren de grootste en toch was er een enorme, en de pijlen daalden en er was intern een grote knokpartij. Wie moest nou de gedeputeerde worden, weet je wel. Alle mannetjes die zeiden van ik wil er wel worden. Nou, dus die kwamen er niet uit wie nou lijsttrekker mocht worden. Nou, toen, ik was in Amerika geweest, ik was overal in die afdelingen geweest om te vertellen hoe je campagne moest voeren. Dus veel mensen kenden mij toen in het CDA in Limburg en toen zeiden van zou jij dat niet willen doen? Want ik wilde helemaal geen gedeputeerde worden, dus ik was voor niemand in gevaar. Dus toen werd ik lijsttrekker van het CDA Limburg ineens. En de PVV won toen net in Limburg, dat is een aantal jaar geleden. Mm-hmm. En in 2011. En toen werd de PVV de grootste partij. En wij ook met 10 zetels en wij de tweede ook met 10 zetels, maar ze hadden net iets meer stemmen. Nou, toen is een hele moeilijke periode van samenwerking kort met de PVV. Want wij zeiden, ja, jullie hebben gewonnen, zeg maar met wie jullie willen. En ze zeiden, ja, wij willen alleen als het CDA ook meedoet, omdat wij ook zo'n grote partij waren. Zeg, dat is goed, maar wel onder onze voorwaarden. Dus hele lange onderhandelingen met de PVV. Ja, dat is volgens mij nog een jaar niet goed gegaan. De eerste keer dat zij zich er niet nieuw werk toe dan nou kappen we ook, want jullie houden niet aan de afspraak. En dat was precies... Wat is er toen gebeurd dat zij zich niet aan de afspraak hebben gehouden? Dat was wel toen de Floriade in Venlo, dat is zo'n wereldtuinders tentoonstelling, om maar even zo te zeggen, of agrarische tentoonstelling. En de grootste investeerder, een van de grootste investeerders was toen vanuit Turkije. Turkije investeerde heel erg daarin. En wij hadden dus, wij voelden hoe beetje de buiten natuurlijk wel aankomen. We hebben toen vastgelegd, we gaan wel goed om met onze buitenlandse investeerders. We ontvangen alle mensen uit het buitenland die het goed voor hebben met Limburg goed. Nou, dat hadden we allemaal dus vastgelegd. Maar PVV allemaal ondertekenen, netjes. Totdat die president Gül, die kwam toen op bezoek in Limburg, ontvangen door haar majesteit koningin Beatrix destijds. En toen zei de PVV-fractie tegen hun gedeputeerde, je mag die Gül geen hand geven, want die Turken die vertrouwen we niet. Dus ja, wij zeiden, wat is dit voor flokkel? Dat zijn gedeputeerden niet van de PVV, die zijn voor heel Limburg gedeputeerden. Niet alleen van jullie fractie, wat een raar idee. Nou, en daar begon eigenlijk de... daar hebben we toen over gehad en toen hebben we gebroken. En die dag daarna zei Wilders, want die zat toen 7 weken in het katshuis met Rutte en Maxime Verhagen te onderhandelen over extra bezuinigingen. Toen had je die gedoogsituatie in Den Haag destijds. Ja. En dus wij zeiden op vrijdag we kappen met de PVV en zaterdag zei Wilders, we kappen met CDA en VVD. Snap je? Dus dat was een hele moeilijke periode. En daarna kwam ik op de lijst voor de Kamer en toen zat ik in de Tweede Kamer. Hoe is dat om met een partij samen te werken of samen te moeten werken? Want ze zijn gewoon de grootste in Limburg geweest. Dus als je zegt, het is belangrijk dat we doen wat de kiezer wil of dat we naar de kiezer luisteren. Ben ik van mening dat je ook inderdaad met zo'n partij moet samenwerken. Maar ik kan me ook voorstellen dat het soms een ongemakkelijke positie geeft. Omdat je op sommige vlakken het zo oneens bent met elkaar. Maar toch door één deur moet gaan. Nou, er komt een breekmoment natuurlijk, zoals je net zei. Maar hoe is dat om zo'n samenwerking aan te gaan? Hoe
Ja, ja, dat was echt heel, wel heel lastig hoor, want je had, punt 1, dat waren allemaal onervaren politici en dat is helemaal niet erg, maar het maakt soms, zij weten eigenlijk helemaal niet waar beginnen we aan. En zij waren blijkbaar zo georganiseerd dat zij bij alles goedkeuring van Wilders moesten hebben. Dus als je dan over iets onderhandelt, dan moet ze weer even naar buiten en Wilders vindt het goed. Nou, dus dat is qua doen en laten dan heel lastig. En, ja, en als ze het niet meer weten, dan beginnen ze hun normale plaat af te spelen van wat dan met jeugd en buitenlanders en dat soort dingen. Ja, en dan heb je iets van... dat maakt het wel heel... En dat je echt denkt, ja, er zijn dus wel mensen die echt zo denken in Nederland. Dat is wel heel, heel bijzonder, want je denkt dat wij bereiden alles voor. Bij ons in de vereniging, bij het CDA, met denkclubjes en commissies die er nog eens naar kijken. En dan gaan we ergens op werk bezoeken. Dan gaan we nog eens ergens op werk bezoeken. Nou, en dan heb je een standpunt. En dan denk je, dat standpunt, dat is toch wel een heel goed standpunt, denk je, dat we er zo van nagedacht. Maar blijkbaar, en dat zien we ook bij Forum bijvoorbeeld, die maken gewoon standpunten die denken eens even kijken, wat zal ik eens, oh ik pak dit, weet je wel, of ik pak dit. Dus dat is even, dat was voor ons, ouderwetse partij, denk ik dat we op de goede manier deden, echt heel, heel erg lastig. En ik weet ook bij de laatste verkiezingen van Provinciale Staten, toen Forum voor Democratie, dus heel erg hoog. Die hadden de dag voor de verkiezingen op de website staan, verkiezingsprogramma volgt. Verkiezingsprogramma volgt, gewoon de dag voor de verkiezingen. Dus wij, nog steeds zitten wij een beetje kabinet over een campagne voeren. Wij denken nog steeds dat de inhoud verschrikkelijk belangrijk is voor wat de kiezer vindt. En dat maakt soms dat je wel even moet schakelen. Ja, ik heb ook een beetje het gevoel alsof CDA komt over als een soort van nette en dan toch wel wat oudere man die goed voorbereidt en de inhoud en heel sec leest wat de motie is of waar het debat over gaat. Maar tegelijkertijd heb je steeds meer een tendens, ook in de Nederlandse politiek, van mensen die heel hard zeggen zoals zij het zelf zouden beschrijven, zeggen waar het op staat. En dan... Ja. Nou, laat ik even in het midden of dat ook zo is of niet. Maar dat is hoe ze zichzelf zouden beschrijven. En het is natuurlijk heel lastig om daarmee om te gaan. Want als iemand zo snel met de tong is en jij alles wil voorbereiden, is het natuurlijk in the heat of the battle heel lastig om dat te kunnen pareren. Ja, zeker. Omdat het punt is, ik ben erover overtuigd dat het bestuur van een land ook niet alleen met quotes kan. Hè? Dus daar ben ik echt ten diepste van overtuigd. Want het rare is, al die kiezers en die belastingbetalers, die huren 150 Kamerleden, inclusief mij, huren jullie in voor veel geld. Jullie betalen ons goed om ons te verdiepen in een aantal zaken, om daar op basis daarvan een beslissing te nemen. Jullie betalen ons dus veel geld om ons te verdiepen. Maar vervolgens vinden we wel dat het altijd heel snel moet en het moet kort en het moet allemaal heel helder en makkelijk zijn. En terwijl dat bij sommige dingen natuurlijk niet zo is. Want de belangen, en dat is ook het mooie van wat je in Den Haag ziet, de belangen die komen van alle kanten. Er zijn 17 miljoen mensen die een belang hebben, er zijn weet ik hoeveel bedrijven die een belang hebben, er zijn verenigingen die een belang hebben. Stichtingen, onderwijsinstellingen, NGO's, mensen die op bezoek komen hebben een belang, mensen die asiel komen vragen hebben een belang. Dus het is ook niet mogelijk om alles in de 280 tekens van een tweet te doen. Dus ik probeer ook altijd vaak in spreekuren te zeggen, ja, democratie is ook niet sexy en het gaat ook niet snel. Want kijk, het nadeel van democratie is dat iedereen mag meepraten. Ja, dat is een nadeel, maar dat kost nog wel eenmaal tijd. Dus iedereen die zegt in de Kamer die je voorliegt dat het snel kan, ja, die liegt, dat kan niet. Want op zijn minst moet eerst 150 mensen van hebben gezegd wat ze vonden. En je hebt ook nog het recht om uit te leggen waarom je het vindt. Dus kijk, ik zei toen ik docent was op HAVO 5, gaf ik ook wel eens maatschappij. En ik zeg, nou ja, mensen als Gaddafi, die konden dingen veel sneller dan dat de Nederlandse overheid dat kan. Ja, dat heeft ook zijn nadelen. En dat willen we niet. Dus, en het kost ook geld. Ja, democratie kost ook geld. Dus dat is, en dan moet je gewoon eerlijk in zijn. Het gaat niet snel en het kost veel geld. Maar als we het met z'n allen goed doen, dan is het wel heel duurzaam. Dus dan heb je weer die cliché. Laat ik ook maar eens een cliché erin knallen. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Ja. Nee, heel goed, want dit is inderdaad ook wel een groot probleem waar we mee te kampen hebben. Of een groot probleem, een moeilijkheid waar we mee te kampen hebben. Omdat
We leven in een redelijk sterk bureaucratische samenleving. En dat heeft enorme nadelen, echt enorme nadelen. Maar tegelijkertijd is het ook een voordeel dat je niet zomaar alles kan doen. Want wellicht zou je nog meer kapot kunnen maken als je nu heel snel dat ene probleem waar we nu mee te kampen hebben probeert op te lossen door allerlei regeltjes voorbij te gaan. Wellicht maak je meer kapot aan de liberale democratie door die ene persoon uit te zetten of binnen te houden. Omdat het op dat moment het meest empathisch of sympathiek is wat je zou moeten doen. Waar we wel mee te kampen hebben, denk ik, is dat steeds minder mensen, ik weet niet of dat steeds minder is, maar een groeiend geheel van mensen niet begrijpt wat er aan de hand is. Niet begrijpt waarom bepaalde dingen niet gedaan worden. En dat is denk ik wel een moeilijkheid of misschien, ik zeg niet dat dat alleen een probleem van de politiek is, maar ik denk dat de politiek ook daar op bepaalde stukken gefaald heeft, maar onze maatschappij als geheel dat idee van een soort van polis verloren heeft, van een samenleving als polis verloren heeft, misschien wel steeds meer aan het winnen is, doordat we met problemen te kampen hebben die ons allemaal raken en daardoor groeit dat welbehagen steeds meer. Maar en zeker in de afgelopen 10 jaar zijn we dat steeds meer kwijtgeraakt. Ja, dat is absoluut. Hè? Maar je hebt het over partijen waar je mee samen moet werken die lastig zijn. Er is nog zo'n partij die vind ik heel lastig en die heeft ook denk ik een hele slechte invloed op de samenleving. Dat is een partij als D66. Hè? Dat zijn allemaal vriendelijke, nette, hooggestudeerde mensen. Maar die zitten zo op het belang van het individu en het recht van het individu. En ik ben er niet tegen. Hè? Ik bedoel, ieder individu is uniek en ieder individu heeft rechten. Maar je hebt niet alleen rechten. Mm-hmm. En het feit, en een overheid is er niet constant voor het individueel belang van ieder individu. Mm-hmm. De overheid is er voor de gemeenschap. En het gemeenschapsdenken heeft onder invloed van zo'n partij als D66 enorm aan kan verloren, omdat het ook zo, het klinkt zo lekker. Hè? Zo van, ja jongens, je mag doen wat je wil en je bent vrij. En, ik bedoel, het is als we klagen wel eens over de ouders van tegenwoordig, dat die niet meer nee tegen hun kinderen durven zeggen. Maar dat is dus zo'n partij als D66. En dat is echt wel heel gevaarlijk. Die durven geen nee meer te zeggen. Pilletjes meenemen naar een feest, dat is toch normaal, moet toch kunnen. Eigen verantwoordelijkheid, leuk. Ja, dan heb je wel eens pubers. Snap je? Dus dat is dat vind ik net zo gevaarlijk. Misschien ook wel gevaarlijker dan bijvoorbeeld een PVV, omdat de PVV gewoon eigenlijk eerlijk is over hun bedoelingen. Hè? Die beginnen er geen doekjes om te vinden. En zo'n invloed vind ik, dat heeft het gemeenschapsdenken enorm geschaad en nog steeds. Nou, je ziet dat op het moment dat nu zoiets als corona geldt, dat mensen zien van, hé, wacht even, als het dus echt op aankomt, dan kan ik dus toch niet helemaal alleen. Of heb ik toch, kan ik niet zonder, of moet ik toch samenwerken met zus of zo. En dat, het is wel erg dat daar zoiets voor nodig is. Dus dat, maar terugkomt op je vraag, excuus voor die lange inleiding. Nee, doe je heel graag. Ik vind dat in die zin, je merkt dat de overheid natuurlijk altijd wat achter de feiten aanloopt. Ja. Qua ontwikkeling. Nou, dat is heel erg. Dat moet je proberen zo kort mogelijk te houden. Aan de andere kant, de innovatie zal nooit van de overheid komen. Dus die krijg je altijd door de maatschappij zelf, of ondernemers, of bedrijf, of de wetenschap. Dus het is ook weer niet heel gek dat de overheid niet altijd, het zou niet goed zijn als de overheid met de innovatie kwam. Dan zit je bijvoorbeeld in Noord-Korea, waar alles van de overheid is, zou ik maar zeggen. Dus, maar het systeem, als je het vergelijkt met hoe we winkelen, boodschappen doen, leren, met elkaar communiceren, dat gaat allemaal zo snel en kort, terwijl de overheid nu steeds eigenlijk zit met het stelsel van 1848. Snap je dat eens even? Dus je ziet dat wel vreemd, dus dat daar wat anders kan, ik denk dat is ook geen vraag, maar dat is meer de vraag van hoe gaan we dat doen, wat beter is dan dit en het niet slechter maken. Want ik ben er ook van overtuigd dat de democratie en de bureaucratie er soms voor geldt dat je niet te snel iets omgooit. Ik kijk bijvoorbeeld wat in het Verenigd Koninkrijk is gebeurd. Mm-hmm. Decennia lang is gewerkt aan de Europese Unie, kun je voor of tegen zijn, mag allemaal, maar op één dag, met één referendum, heb je al het werk van jarenlange denkwerk en investeringen worden in één keer bam weggegooid. Eén dag referendum. En dat vind ik niet, dat vind ik ook niet gezond. Dat is te zeer waan van de dag. Maar dat is natuurlijk nu niet met één dag gedaan. Het is natuurlijk wel, het heeft wel een aanloop gehad van jaren en jaren. En we zijn er nog steeds mee bezig. Ik bedoel,
dat die keuze uiteindelijk is in één dag gedaan. Maar de vormgeving ervan en de aanleiding naar wat mensen gaan kiezen heeft natuurlijk wel heel lang geduurd. Ja, maar bij dat soort dingen, kijk, als je dus op één moment mensen laat kiezen ja of nee, bij zoiets belangrijk, ja, dat is eigenlijk vragen om problemen. Want dan dat zit je weer op dat stukje van... er zijn een aantal dingen die zijn niet zo simpel uit te leggen als wilt u een Europese Unie ja of nee? Ja. Wat is de Europese Unie en wat wil je wel en wat wil je niet? Er zitten allemaal nuances aan. We betalen ook heel veel mensen om die nuances te kunnen maken. Om te kijken naar dat gedeelte wil ik wel en dat niet. En als je dan één keer zegt, weet je wat, we doen op één dag, mag iedereen ja of nee zeggen. En dan is dat het punt waar politici refereren nu nog aan. Ja, maar de kiezer heeft toen gezegd dat ze het wel of niet wil, dat snap je. En dat is... Ja, kijk, vertraagde tijd kan soms ook zijn functie hebben. Dus dat is ook, vind ik minder verstandig. Wat had je wijzer gevonden van de Verenigd Koninkrijk om te doen in dat geval? Want er was wel geroer van mensen die niet tevreden waren met Europa. De Verenigd Koninkrijk is altijd een soort beetje een buitenbeentje geweest. Ja, je had ook kunnen zeggen van we gaan het beslissen in het jaar, of we gaan het beslissen na de komende verkiezingen. Dan wordt het een soort verkiezingsitem. En dan heb je wel een veel langere tijd dat mensen kunnen kiezen. En dan heb je misschien dat het ja-kamp of het nee-kamp zou winnen. Maar er zit er wel ook nog altijd een nee-kamp in bij die wel hun invloed kunnen uitoefenen. En nu is er gewoon. Dus het zit in het parlement zit er altijd ook wel een grote meerderheid of een grote minderheid die het niet vond of anders vond of die nuance kan aanbrengen. En ook je ziet altijd richting de verkiezingen dat iedereen zijn standpunten verscherpt tot hele scherpe standpunten. En je ziet dat na de verkiezingen, is er ook ruimte voor nuance. Ja. Dat is niet leuk, maar ook dat is goed, want uiteindelijk zijn er maar een paar mensen die echt heel scherp die mening hebben. En in de maatschappij is het toch altijd... zit er ook heel veel achter. Alleen de hardste schreeuwers, die hoor je. En die lees je in de krant en die zie je op tv en die zie je op social media. Maar heel veel mensen die het net wat minder vinden of net wat meer genuanceerd, die zie je natuurlijk niet zo snel op de radio of op de tv. Ja, wat vind je daar zelf van? Dat je als politicus eigenlijk heel vaak eigenlijk aan het variëren bent in hoe je je uitdrukt en wat je zegt en wat je niet zegt. Zoals je al zegt, na verkiezingen toe ga je steeds meer scherper zitten en als dat voorbij is ga je weer meer naar elkaar toe. En wat ik ook merkte toen ik met Zoëra aan het praten was van ja, eigenlijk zijn we het over heel veel standpunten eens, maar we brengen verschillende nuances aan en dat kan gevolgen hebben, grote gevolgen hebben voor hoe je beleid zou invullen, maar we willen allemaal een effectieve samenleving, we willen allemaal een gezonde samenleving. Ik bedoel, hoe ga je daar zelf mee om? Dat je eigenlijk constant dat moet aanpassen aan de context. Ja, dat is lastig. Want als je iets vindt en dan sta je daar in de Tweede Kamer, bij de betatbaan noemen we dat. Dat is dan die baan waar je de formulier kunt afhalen. Maar daar staan op de dinsdag ook alle camera's klaar voor quotes. En dan zeggen ze, kun je daar of daar over zeggen? Ik zeg, ja, dat is wel zo, maar we vinden wel dat. Ja, zeg die past het binnen 10 seconden of niet? En dan moet je kiezen. Dus dan kan het binnen 10 seconden, dan kom je op tv. En kan het niet binnen 10 seconden, kom je niet op tv. Snap je? Dus soms dat zijn hele harde keuzemomenten die je dan moet maken. Dus het is ook goed om altijd goed na te blijven denken. Wat is nou, waar wil ik naartoe? En dat je dan soms wat laveert met tegenwind. En dat je soms een linksbuitenbocht pakt en soms een rechtsbuitenbocht. Dat kan best. Maar je moet wel zeggen, van, kom ik wel uiteindelijk met het schip in de richting wat ik belangrijk vind voor Nederland. Ja, soms is dat lastig. En dan zie je dat als je geen... want ik heb zelf ook... Ik begon als Kamerlid in de oppositie met het CDA, wat eigenlijk best wel eens leuk was om te doen. Ik kwam als coalitieleider van Limburg, waar je iedereen probeert bij elkaar te houden en op een mening een beetje bij elkaar te duwen en niet te veel extreem. Kwam ik van leider van de coalitie, werd ik ineens oppositiekamerlid, waar de VVD net bezuinigd had op infrastructuur. Er stond altijd file op de A2 in Limburg. Ja, dat is nog mooier dan dat. En ik was woord voor de infra, dus ik kom elke dag het schelden op het verschrikkelijke kabinet wat niet goed ging. daarna moet je het zelf doen. Dan zit ik zelf voorbij. Ik ben helaas geen woord voor de infra. Ja, we hebben wel wat meer geld voor infra dan wel. Maar nog steeds zijn er al files op dit moment niet in verband met corona. Dus dat is wel ook lastig, ja. En
Nou, het kern is, zorg dat je wel weet waar je naartoe wil. En, en voor mij geldt dat ik het gemeenschapsdenken, hè, dus het meer denken van wat goed is voor de groep, voor ons, daar zit ook wat goed voor mij bij. Terwijl ik het idee heb dat de meeste mensen op dit moment in Nederland denken, wat goed is voor mij, doet hopelijk geen pijn bij de buurman. En dat is een hele andere manier van benaderen. En als ik daar aan mee kan werken, dat we meer dat gemeenschapsdenken hebben, dan dat is mijn ambitie voor de komende jaren. Ja, interessant. Wat vond je leuker, de oppositie of de coalitie? Ja, je kan natuurlijk niet zeggen dat je oppositie leuker vond. Oppositie is natuurlijk wel heel leuk, omdat je dan, je hoeft niet af te stemmen met dat. Kijk, het is nog een beetje, je voor en na de verkiezingen, dat zei je net ook. Het punt is, je kunt, als je voor de verkiezingen zeg je allemaal hele scherpe dingen, maar na de verkiezingen moet je wel samenwerken met anderen. Hè? Dus dan moet je wel eenmaal soms dingen laten varen. Ik bedoel, als je een vriendin hebt en je krijgt een uitnodiging, kom je naar het feestje, dan zou ik niet zeggen, ja, ik kom naar het feest. Maar omdat je in de coalitie met je vriendin zit, moet je zeggen, wacht, ik moet hier even overleggen. En dan misschien moet je zeggen, ja, we komen pas om 10 uur of we gaan om 11 uur weg, snap je? Dus dat is, maar zo gaat het ook in de politiek. Van tevoren zou je zeggen, ja, dit weet ik, maar je moet even overleggen. Het voordeel daarvan is dat je natuurlijk wel voor meer dingen een meerderheid krijgt van wat jij vindt. Want jij kunt zeggen, ik vind dit belangrijk, hoe kunnen we het organiseren? Dus in de coalitie krijg je wel echt meer gedaan. Dus dat is goed. Maar in de oppositie kun je je wel heel duidelijk profileren. Omdat je constant kunt alleen maar hoeft te zeggen wat jij ervan vindt. Ik vind dit. Ja, en dat is, dat is ook wel eens leuk om te doen. Ja inderdaad. Je hoeft gewoon minder rekening te houden met veel grotere relaties. En maar je krijgt wel minder gedaan. Je krijgt echt wel minder gedaan. En En dus je moet allebei, ik zou haast zeggen, je moet allebei eens gedaan hebben. Het is niet gezond om altijd maar bij de macht te zitten, zou ik maar zeggen. Maar je moet ook niet altijd maar in die oppositie willen blijven zitten. Want dan weet je ook, uiteindelijk scheld je dan veel, maar bereik je heel weinig. Ja, het is ook wel interessant dat je inderdaad het ene 4 jaar in de oppositie kan zitten en de andere 4 jaar weer in de regering. Dat is niet iets wat vaak voorkomt, denk ik. Dat je zoveel wisselt. Misschien 1 keer zoals jij nu gedaan hebt, maar het lijkt me sterk dat je nou elk 4 jaar gaat wisselen. Ja, als je überhaupt doorgaat als politicus. Ja. Ik wil een vraag stellen, maar ik ben hem kwijtgeraakt. Omdat ik heel erg in mijn hoofd zit nu, wat voor switch je moet gaan maken als je opeens van oppositie naar kabinet gaat. Dat is natuurlijk voor jezelf ook heel erg schakelen en jezelf heroriënteren en nadenken, waarom ben ik nou een politicus geworden en wat wil ik gaan bereiken? Ja, voor een deel overigens blijft je taak blijft in principe ook weer hetzelfde. Je controleert de regering, want dat moet je zowel vanuit de oppositie als de coalitie even hard doen. Afgelopen debat maandag was over defensiematerieel. Daar zie je uiteindelijk, daar zit dus op, als het ware, oppositie te voeren tegen mijn eigen minister, CDA-minister Bijleveld. Dat zie je ook in de koppen van de krant zijn daarna van CDA botst met eigen minister over beleid. Dus dat moet je wel ook blijven doen. Ik zou ook nooit toestaan dat ik alleen maar een applausmachine ben voor mijn eigen ministers, want dan kan ik er net zo goed niet zitten. Maar je rol is in die zin anders, dat je voor de komende 4 jaar en je handtekening zet onder een aantal gezamenlijke afspraken. En die handtekening zet je niet als je in de oppositie zit. Dus het voordeel is, je bent niet gebonden aan die handtekening als je in de oppositie zit. Het voordeel is in de coalitie dat de dingen waar je de handtekening onder hebt, die gaan er door. En daar zitten ook dingen van jezelf bij. En dat is fijn. Dat is het verschil. Het principiële werk, het controleren van de regering, dat blijft los van welk akkoord je ook gesloten hebt. Je controleert de regering, zowel in oppositie als coalitie. Ja, en je zegt nou dat je ook, dus je kan in de Kamer botsen met je eigen minister. Is dat gebruikelijk? Want wat ik nog niet helemaal begrijp aan de Nederlandse politiek is of we nou echt een partijpolitiek hebben. Dus waarin de partij waarvan je bent grotendeels bepaalt wat je wel kan en wat je niet kan. Of dat de individuen van de partijen voorop geven aan wat de partij is. Dus hoe die wisselwerking werkt. En wat misschien een beetje zorgen baart is wat je nu zegt over Geert Wilders. En wat bijvoorbeeld met GroenLinks is gebeurd. Is een partij waar ik redelijk veel empathie voor heb. Met Jesse Klaver en Zinnie Özdil. Is dat in jouw partij redelijk uniek dat je in het openbaar kan botsen met je eigen minister, of is dat wel gebruikelijk?
Internationaal is dat heel uniek. Er zijn echt landen tegen mij die zeggen, die zeggen als ik dan ergens kom, bijvoorbeeld ook als ik al zelfs tegen minister Blok, die is dan van de VVD, maar nog altijd van de coalitie waar ik ook onderdeel van uitmaak. Als ik dan in het buitenland zeg tegen mij, zat jij nou tegen de minister van je eigen coalitie kritiek te leveren? Dus in het buitenland is het uniek. In Nederland is het soms ook, zijn er partijen met hele sterke partijdiscipline en partijen die meer het individuele lid wel de ruimte willen geven, als je natuurlijk wel maar binnen het partijprogramma blijft. Je kunt niet alleen je programma gaan veranderen, want daar heb je zelf meegeschreven. Ik denk dat dat bij het CDA wel heel erg veranderd is en ik denk dat Sybrand Buma, onze vorige leider in de fractie, daar een enorme bijdrage aan heeft geleverd. Die heeft gezegd, de primaat gaat weer naar de fractie. Niet een fractiebestuur, niet ministers, niet een partij, maar de fractie bepaalt uiteindelijk het standpunt. En ieder lid heeft daarin zijn stem. En alles moet weer besproken kunnen worden in de fractie. En dat is, ik denk dat dat echt een grote verdienste is van Buma. Dat die elk lid weer de verantwoordelijkheid gegeven heeft. Jij bent gekozen, jij bepaalt wat een lijn is, maar jij moet het ook verdedigen in de fractie. Dus jij moet zorgen dat je een meerderheid krijgt in de fractie. En dat maakt dat we op dit moment een enorme mooie vergadercultuur hebben bij ons in de fractie. Ik zie ook dat dat bij andere partijen anders is. En ik weet ook dat het bij ons ook wel anders is geweest hoor. Maar dat is ook een leerproces voor alle partijen. Hoe kom je tot daar? En ik ben heel blij dat ik nou echt in een partij zit waar je gewoon kunt zeggen wat je wil. Maar je wel de verantwoordelijkheid hebt om een meerderheid te creëren in je eigen fractie voor je standpunt. Ja, ik kan me voorstellen dat het natuurlijk ook moeilijk is om daarin zo vrij te zijn, aangezien je in een medialandschap zit die, ja, zoals je al zegt, als je even een weerwoord hebt, dat meteen de koppen zijn, CDA botst met eigen minister, of ja. Zulke dingen. Terwijl het eigenlijk heel mooi is, omdat eigenlijk de minister... Eigenlijk, zo dat, ja. Ja, doet de minister toch wat we willen, hè? Want de minister zegt, ja, nee, goed, ja, het kan wat wil. Dus eigenlijk is het ook weer een hele mooie kop dat het CDA-Kamerlid zorgt, dat het CDA-minister iets nog wat mooiers krijgt. Ja, eigenlijk is dat inderdaad heel mooi. Overigens, en als het gaat om de partij, ja, je moet ook zorgen dat, vind ik, als goed lid van die partij, dat wat die partij in hun programma zet, dat het goed is. Dus je moet ook meeschrijven aan zo'n programma. En je moet niet alleen meeschrijven, maar ook zorgen dat, dan bel ik iemand vanuit die provincie op zich, zeggen jullie ook even dat dat wel heel goed is. En zeggen jullie dat snap je? Dus je moet ook draagvlak creëren en zorgen dat dat programma goed is. Dan krijg je ook niet dat je van de partij dit moet zeggen. Nee, dan is datgene wat je zegt, datgene wat je vindt. Dus dat is ook je eigen verantwoordelijkheid. Je bent geen makschaap wat zomaar even door een partij geduwd kan worden en lopen we met z'n allen in die richting de wei op. Nee, zorg dat die wei de goede kleur heeft, zodat iedereen die kan op wil rennen. Dat is eigenlijk... Ja, je hebt natuurlijk ook als partijlid of als politicus natuurlijk ook inderdaad de verantwoordelijkheid om, als je iets vindt, daar ook draagvlak voor te creëren in je partij. Ik ga toch niet zitten wachten tot de partij een goed standpunt bedenkt. Ik bedenk je de standpunt, snap je? Dus, en dan door elke maandagochtend en dinsdagochtend spreker te hebben natuurlijk. Ja, inderdaad. En krijg je veel, wat voor soort vragen krijg je in zo'n spreekuur? Daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, dat is het mooiste uur van de week. Of dan zijn het 2 uur altijd van 10 tot 12. En daar komt vanaf. Er komen bedrijven die zeggen van, wij hebben hier een idee, maar we komen erbij. De belastingdienst niet doorheen. Of die zeggen, er komen mensen die zeggen, ik heb een burenruzie. En dan gaan ze me dat vertellen. En dan zeggen, oh wat erg, wat verwacht u nu van mij? Dan zeg je eigenlijk niks, maar ik wil dat u alleen even vertellen. Er zijn mensen die hebben een probleem met de uitkering van de WMO. Ik zeg, ja, daar ga ik niet over, want dat is van de gemeente. Ik zeg, maar in welke gemeente woon je? Dan kan ik wel het mailadres van de wethouder geven. En dan bel ik die wethouder even. Ik zeg, ik heb deze mevrouw op bezoek gekregen. Dan wil je haar mail even lezen. Daar komen mensen die zich zorgen maken om de buurt die moet worden opgeknapt en dat de authentieke elementen niet... daar ga ik er ook niet over. En soms gaat het ook dat ze zeggen, ik heb dit gehoord in de Tweede Kamer. Ik heb gehoord dat dit op de agenda staat. Zou je dit mee willen nemen bij dat onderwerp? Nou, heel breed. Alles komt er voorbij. Ja, fantastisch. Heel leuk. Ja, wat ik ook nog wilde aankaarten was, net hiervoor, is deze houding wat je in Nederland heel erg merkt. Deze
ik bedoel, we zijn een heel plat land, maar we zijn ook heel plat hiërarchisch gezien. Waarin je eigenlijk iedereen kan benaderen en iedereen kan mailen. Ik bedoel, het feit dat ik nu met een Tweede Kamer, met een politicus zit, met iemand die eigenlijk het land regeert of zou moeten regeren. Dat ik gewoon politici kan mailen en zeggen, hey, ik heb een goed idee. Het lijkt me leuk als we dit zouden doen. Zou je daar mee willen doen? En dat daar gewoon ja op geantwoord en dat je daarheen kan. En dat je niet door... weet ik veel, team bodyguards heen moeten en gewoon met elkaar een kop koffie kan drinken. Dat is denk ik echt, echt uniek. En ik denk dat, ja, dat het Nederland wel met z'n allen meer mogen beseffen en ook meer gebruik van mogen maken. Nou, jij gebruikt er al heel veel gebruik van. Maar dat is echt uniek. Dat je gewoon, je kan gewoon met de mensen die het land regeren, kun je gewoon een gesprek, kun je gewoon een kop koffie doen. Kun je gewoon vertellen van, hey, dit is waar ik mee zit. En dat is echt, echt uniek. Ja, ik denk dat klopt. Als je het vergelijkt met het buitenland, is dat heel bijzonder, ja. En ik vind ook, dat moeten we echt koesteren. Ik ben er ook bijvoorbeeld niet voor. We hebben laatst in de Tweede Kamer is de mogelijkheid voor lobbyisten en zo minder geworden om zo bij de Kamer binnen te komen. Ja, uit veiligheid zeggen ze dan, ja, maar ik moet je maar kijken. Maar ik hou er helemaal niet van om die ivoren toren die de Tweede Kamer eigenlijk al is met al van beveiliging, om die nog hoger te maken. Hmm. Dus, want alle ambtenaren, en die ook goed hun werk doen, al die ministeries, die duizenden en duizenden ambtenaren, die mogen ons constant volpompen met wat de ministeries vinden. En die paar lobbyisten die dan hun belang van hun bedrijf, of hun gemeente, of hun provincie, of hun NGO willen brengen, ja, die moeten dan eens een pasje krijgen om binnen te komen. Dat vind ik echt heel slecht. Ik ben dol op lobbyisten. Als ze maar zeggen waar ze vandaan komen. Dat is het. En je hebt heel duur betaalde lobbyisten van dure bedrijven of van de Nederlandse spoorwegen. Nou, dat is allemaal prima. Als ik maar weet van dat ze van namens de NS of namens dat grote bedrijf komen. Maar je hebt ook de onbetaalde lobbyisten van NGO's of als mensen last hebben van geluidsoverlast van de trein, omdat er geen scherm staat. En dan komen ze bij elkaar en dan zeggen ze, hoe gaan we dat vertellen? Jan, kan jij dat maar vertellen? Nou, dan is Jan de lobbyist. Nou, dat snap je. Iedereen moet zijn belang kunnen overleggen in Nederland. Een groot bedrijf en een klein individu. En daar moeten we trots op zijn. En dat moeten we dus ook in stand houden. Ja, het lijkt me ook heel belangrijk inderdaad. Maar ben ik ook wel een beetje benieuwd naar hoe dat lobby werkt in Nederland. Want je zegt, je houdt van lobbyisten als ze maar zeggen waar ze vandaan komen. Betekent dat je wel eens gewoon mensen op je bank krijgt of in je op Skype dan tegenwoordig, misschien zelfs, die over een en ander beginnen te vertellen, maar van je niet echt weet welk belang ze dienen? Ja, als dat is, ik denk dat dat wel eens is gebeurd, maar het zijn wel dan gelijk hele slechte lobbyisten. En daar ben ik er ook wel snel klaar mee eigenlijk. Het sterke aan de lobbyist is dat hij altijd zegt, dit is mijn opdrachtgever en hiervoor doe ik het. En dat kan dus nogmaals zijn dat Jan zegt, joh, ik ben met de buren bijeen geweest, ik ben met de buren bij elkaar geweest en dit willen we zeggen. Maar het is ook goed dat je wel zegt, ik kom namens de buurt, of iemand die zegt, ik kom namens mezelf. Dat mag ook in Nederland, je mag ook voor jezelf komen. Dat mag, hoef je ook niet voor te schamen. Maar als je dat niet doet, ben je echt een slechte lobbyist. En dan verberg je de dingen. Ik vind juist de kracht van een lobbyist die zegt, ik kom hier vandaan. Dan kun je ook eens een keertje bellen van, hey, dus dat doe ik ook wel eens. Dan bel ik terug naar de lobbyist en zeg, ik lees dit in de krant. Ik zeg, hoe kijkt jouw bedrijf daar tegenaan? Snap je? Want dan krijg je een op basis van... ja, wederzijds respect en het weten waar je voor staat. Hij voor dat bedrijf en ik als lid van de Tweede Kamer namens het CDA. Omdat je elkaar juist informatie verschaft in plaats van dat je dingen opdringt aan elkaar. Dat zou het zijn. En hebben nou lobbyisten veel macht in Nederland of weinig? Want ik spreek natuurlijk met verschillende mensen en iedereen heeft daar een andere mening over. En ik ben ook gewoon benieuwd naar hoe jij daar tegenaan kijkt. Geven lobbyisten te veel ruimte of geven we te weinig ruimte? Moet Shell geen lobbyisten meer sturen of is het juist goed dat ze lobbyisten sturen? Om het maar een voorbeeld te noemen. Ja, ieder bedrijf en ieder persoon en stichting mag dat zelf weten, maar als we lobbyisten gaan verbieden in Nederland, ja, dat zou dat slecht. Want wat doet een lobbyist? Die hebben natuurlijk wat slechte namen gekregen door in het verleden omkooptoestanden, dat soort dingen. Maar wat lobbyisten doen is namelijk het belang van een bedrijf of van een buurtvereniging of van een gemeente onder de aandacht brengen. En dat, ja, daar zijn we toch juist trots op dat dat mag. Het is wel de taak van het Kamerlid om vervolgens de afweging te maken. Is dit belang van deze provincie of het belang van deze buurt of het belang van dit bedrijf, strookt dat met waar ik naartoe wil?
Ja, en kijk, als een Kamerlid altijd zegt, oh, de lobbyist zegt dat, oh, goed, dan zal ik dat wel zeggen. Ja, nee, ja, dat is natuurlijk niet goed, maar dan is die lobbyist niet fout, dan is dat Kamerlid fout. En kijk, waar het om gaat, is, krijg je wel, dat krijgt iedereen in de Tweede Kamer ook de ruimte om binnen te komen. Nou, dat moet wel iedereen, en dan moeten Kamerleden ook voor openstaan. En een Kamerlid moet dan in mijn ogen niet zeggen, iemand mag niet komen, maar moet zorgen dat iedereen die wil komen wel kan komen met zijn belang. Dat is eigenlijk het, en dat er wel natuurlijk een eerlijke verdeling in is. Als je constant maar eentje binnenlaat, ja, dat is natuurlijk niet eerlijk. En wat ook geldt, is hoe meer je kunt verenigen. Dus als een lobbyist komt namens 1000 bedrijven in Nederland, ja, dan legt dat meer gewicht in de schaal vaak dan dat wanneer je voor eentje komt. Als iemand met handtekeningen komt van 100.000 Nederlanders en zegt, wij willen dat deze oude snelweg niet doorgaat, is anders dan dat. Die komt namens 2 Nederlanders en die zeggen, de buren en ik vinden allebei dat de oude snelweg niet moet komen. Dus het verenigen werkt wel. Ja, natuurlijk denk ik ook dat het heel belangrijk is dat lobbyisten de ruimte krijgen. En dat moet ook gewoon gebeuren. Ik denk dat dat ook een goede graadmeter is voor wat er gebeurt in de samenleving en wat er ook speelt wellicht onder experts en mensen met grote invloed in het land zelf. Maar dat ze ruimte moeten krijgen wil nog niet zeggen dat er situaties kunnen ontstaan waarin sommige lobbyisten te veel macht hebben. Laat het voorbeeld nemen van het beruchte sms'je van Paul Polman naar Mark Rutte, waardoor de dividendbelasting of zogenaamde dividendbelasting opeens van tafel was. Mijn vraag is, zijn er zulke situaties, zijn er zulke relaties ontstaan in Nederland waar we liever vanaf willen of afstand willen van nemen of iets mee willen doen? Ja, kijk, de dividendbelasting, dat was echt niet dat ene sms. Ja goed, ik was er niet bij, maar dat gaat echt niet over één sms, want ik weet al hoeveel er wel overleg over is in de coalitie. Dus dat is, ook dat zal dat sms'je vast één van die, maar ik laat het naar mijn eigen woordvoerderschap doen. Ik doe mijn woord voor de mensenrechten. Als de lobbyist van Amnesty International, als de lobbyist van Human Rights Watch, als de lobbyist van, wat zullen we nog eens erbij pakken, wie komen altijd lang, of een China Alert, als die allemaal niet meer met mij mogen sms'en, appen en niet meer langs mogen komen. Ja, dat zou ik verschrikkelijk vinden. En die appen mij ook allemaal. Sterker nog, ik zeg tegen hen, als je de minister iets wilt zeggen in het debat, waarvan jij denkt, dat vind ik niet fijn, laat het mij weten. En dan appen ze me, ja, maar wat de minister zegt, kan niet. Druk ik dan gelijk op de knop, minister, dat kan niet. Nee, eens even kijken, kan dat niet. En soms sms ik dan, jawel, want de minister heeft dan dat geantwoord. Dus ja, ik heb echt graag contact. Maar ja, het is alleen de zaak, kopieer, plak je meteen wat een lobbyist zegt, ja of nee. Ja, dat moet je niet doen. Je moet je eigen afweging maken. Kijk, iedereen heeft inspraak bij mij en ik doe de uitspraak. Ik denk dat het wel een taak is van elke. Het zou verschrikkelijk zijn als ik Amnesty International nu met de woord kon staan. En ik ben het ook vaak niet eens met Amnesty International, maar vaak heel vaak ook wel. Maar dat is eigenlijk niet relevant als we de informatie maar wel mogen hebben van elkaar. Ja, precies, precies. En dat iemand die zo'n belangrijke taak heeft als het gaat om de grote bedrijven, dat die een sms stuurt naar de minister-president, dat dingen gevolgen hebben. Ja, ik zou een straf moeten krijgen als ik niet zou sms'en. En wat de minister-president ermee doet, ja, dat is aan de minister-president. Als die slaaps achter ze aanloopt en alles doet wat die sms, ja, dan is het misschien niet verstandig. Maar dat kunnen we niet inschatten. Dat is een verantwoordelijkheid van de persoon zelf, inderdaad. Ja. Dat ben ik met je eens. Ja. We hebben natuurlijk nu één super grote lobbyist in Nederland. En dat is het RIVM of het OMT. Hoe is de sfeer in de Tweede Kamer met het geheel? Met waar we nu in zitten? Ja, dus heel raar. We zijn nu nog op dit moment ook toch wel zoekende hoe kunnen wij toch weer meer. Langzaam meer gaan doen, hè? Want ik heb eerst die eerste fase van wow, allemaal niet, allemaal niet meer naar de Kamer, maximaal 2 Kamerleden per fractie in die grote zaal. Voor de rest geen plenaire debatten meer, alleen over corona. En voor de rest doen we veel schriftelijk, via Skype, Zoom, FaceTime, Jitsi, Pexip en ik weet niet wat voor apps ik allemaal sinds afgelopen 2 weken. En nu zie je dat we langzaam inzitten en dat je steeds meer stemmen geeft van ja, maar hoe kunnen we nou toch wel weer dingen doen? Want er moeten ook dingen gebeuren, zowel op korte termijn als ook op lange termijn. Dat is dan nu, we eigenlijk zijn we zoekende naar hoe we toch langzaamaan commissievergaderingen en debatten weer
door kunt laten gaan. Zonder dat je niet uit het oog verliest dat je wel ook het goede voorbeeld moet geven. Want als wij met z'n allen weer gewoon naar de werk gaan, alsof er niks in de hand is, ja, dan denk ik in Nederland was ook van, hey, dat is lekker. Wij moeten allemaal... Dus wat je ziet is dat we nog steeds het meeste via schriften doen en via beeldvergaderingen. Maar dat er hier en daar één keer per week in commissievergadering doorgang kan vinden. En dan moeten wij dus ook heel goed prioriteren. Waar willen we het dan over hebben? Dus dat is wel heel bijzonder. En als ik er nu ben, zijn al die gangen hartstikke leeg. Dat is echt heel bijzonder. Hoe voelt dat? Om eindelijk eens een keer door de gangen te lopen zonder al die reporters. Echt, maar ook geen collega's. Het is echt een spookhuis als je dan nou door de CDA-gangen daar loopt. Het is dan zo'n oud gebouw, het oude ministerie van Justitie. Donker is het dan overal. Het klinkt dan als een soort kloostergang wat dan bij de echo zo terugkaatst. Ja, heel bijzonder. Ja, gek is dat. Hey, ik heb eigenlijk van tevoren niet gevraagd hoeveel tijd je had. Ik heb nog 1000 vragen die ik kan stellen, maar misschien kunnen we even beter afstemmen hoe lang je nog hebt. Nou, misschien dat we wel, maar ik zie inderdaad dat het 11 uur is geweest en de volgende teleconference begint langzaam te bellen. Dus ik weet niet, kunnen wij zo binnen nu 5 minuutjes afronden? Is dat mogelijk? Ja, we kunnen ook gewoon afronden. Ik bedoel, het enige wat ik nog wilde vragen was, nou ja, ik wilde eigenlijk nog een groot onderwerp openen over je eigen portefeuilles en hoe je positioneert in je eigen partij. Maar dat wordt denk ik weer een gesprek van 10 minuten, een half uur tot een uur. Dus ja, ik vond het gewoon leuk om even met elkaar weer te spreken. Ik denk dat het goed moet zien als een leuke kop koffie. En ja, ik hoop dat we na het geheel met corona gewoon een echt kop koffie kunnen drinken. Lijkt me heel goed. En dan doen we dan gewoon nog een interviewtje over de positie en op buitenlandse zaken, mensenrechten en defensie en de partij. Ja, leuk. Top. Dan wil ik je hartstikke bedanken, Martijn. En alweer veel succes met je volgende teleconference. En alvast een fijn weekend. Ja, dankjewel. En ik ga jou volgen via YouTube of iTunes of in een andere kanaal. Heel goed, dames en heren. Like en subscribe.